Mensenrechten zijn onder druk. Maar 1 op de 5 mensen wereldwijd leeft in een vrij land. Steeds meer overheden proberen het maatschappelijk middenveld te verzwakken. Nederlandse ambassades spelen een sleutelrol in het beschermen van mensenrechtenverdedigers. Ze versterken hun werk en de positie in hun land. Ons netwerk, het Breed Mensenrechtenoverleg, probeert hierin een partner van ambassades te zijn. Het BMO is een samenwerkingsverband van meer dan 20 mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties. Daarom hebben wij de BMO Ambassadeprijs voor Mensenrechten in het leven geroepen. Deze prijs reiken we iedere 2 jaar uit aan de ambassade die zich het meest proactief, consequent en effectief in heeft gezet voor de mensenrechten. Ze zijn daar natuurlijk toe verplicht. Onder andere op basis van de EU-richtlijnen over mensenrechtenverdedigers. Die voorschrijven dat landen als Nederland zich consequent uitspreken tegen mensenrechten schendingen. Maar hoe win je deze prijs nou als ambassade? Onze partnerorganisaties wereldwijd kunnen de ambassade in hun land nomineren. Een jury komt dan bijeen om de winnende ambassade te selecteren aan de hand van diverse criteria. De prijs zal worden uitgereikt tijdens de ambassadeursconferentie. Ben je ook benieuwd wie de ambassadeprijs dit jaar gaat winnen? Hou ons dan in de gaten.